en meisjes van Lazy Luke X. We gaan weer verder met Beertown. Vooral. Ja, vooral Towns van. Beertown. Town. Oh, yeah. En ik was geëindigd op een heel cruciaal punt. Eigenlijk niet. Maar een materials merchant kwam eraan. Een nieuwe caravan. Dus ik kan lekker traden. En Nol Groeneveld ging het Battlefield in. Nou, niet Battlefield 3, maar gewoon Battlefield. Hier. Gaan die lekker vechten. Kijk dan hoeveel monsters. En het kan Nol Groeneveld allemaal. Let op. Nou gaat het gebeuren. 1. Ja, ik kan het. Nol. Doe het. Nol. 2. 2. Horen jullie het? 2. En. En. Jezus. Hij is niet zo super sterk. 3. Jezus, hij wordt echt vermoord. Nee, Nol. Ga weg, Nol. 3. Of was het? Nee, dat was 4 volgens mij. Oh, oh, ik heb verder vechten. Kan hij het? Oh, nog een. Wat doet hij? Ja! Oh, onze Walter neemt het over. Walter, doe het. Sorry dat hij een klein beetje langzaam gaat. Ik zit tegelijkertijd aan het renderen. Towns Weekend is voor mij heel veel gelul. Niet qua dat ik het niet leuk vind, maar het is gewoon veel werk. Gewoon renderen, uploaden, video's maken, alles tegelijk. Ja, het is gewoon veel. Het is gewoon veel. En vanavond trouwens een livestream Warzy. Dat iedereen niet vergeet. Of ik gewoon even weet van. Oh ja, livestream. Vermoord die andere drie ook nou even, Walter. Je bent zo gangster. Je kan niet gaan. Hij is nog healthy, hè? Gewoon wat hij net heeft gedaan. Onze Nol, dat is gewoon een watje. Maar we hebben een caravan. We gaan even kijken. Hij heeft collars. We hebben red collar nodig. Eigenlijk wel. Twee keer heeft hij er. Kijk, ik koop er twee. Wat heeft hij nog meer? Orange, green. Hebben we dan nodig? Nee, toch? En ik kan ook kopen red gel, maar... Dat was goud, zat voor mij goud. Kopen goud. Kopper, oké, een kopper voor ons sneeuwpijl. We hebben dat nodig, we hebben genoeg sneeuw. Dat is misschien wel handig als je een wereld hebt waar je geen sneeuw in hebt. Weet je, kan je gewoon een sneeuwpijl hier kopen. Dan kan je gewoon dik veel sneeuw en shit maken. Bedker height. Nee, we hebben een bedker farm, dus als we bedker height willen, dan komt het allemaal goed. Ik verkoop gewoon weer wat green gel, weet je, fuck it. Gewoon weer 30. Dat is goed. Goed aantal. Dan gaan ze niet dood of wat dan ook. Zo, krijgen we gewoon gold, man. Dat is fucking vet. We gaan verder. Ik heb wel door dat het echt een beetje laggy is. Met Towns, ik dacht, Towns, dat kan vast wel tijdens het renderen. Ja, het kan ook wel, alleen... Hij is even wat minder snel. Het is wel gewoon hetzelfde. Het ziet er niet laggy uit, maar het loopt minder snel gewoon. De tijd gaat langzamer. Ja, dat is misschien een definitie van laggy, maar... Matrix, wat doe je? Zo. Vegeten. Als ik nou zo doe, dan lijkt hij nog meer. Ja, ik weet niet. Misschien moest ik dat wel niet renderen en filmen tegelijk. Maar ja, anders krijg ik de video's niet online. Tenminste, niet genoeg video's online krijg ik anders. Oh, kijk, als we van boven kijken, dan gaat het lekker snel. Oh, en onze stoeletjes zijn klaar. Yay. Maar we moeten eerst even wachten tot we weer genoeg hebben. We hebben 4 bedkers, ik wil ook een stuk of 8. Voordat we de arena gaan uitproberen. Kijk dan al die gouden koppen en red collar. Oh, wauw. Oh, wat kunnen we voor 2 goud maken trouwens? Anders maken we even iets van goud voor Beatrix. Oh jee. Golden Magical Mace. Oh, dat is het beste wapen, hè? Daar heb ik 2 goud voor nodig. En Wood en Spiderite en zo. Oh, die gaan we maken voor Beatrix. Dan is Beatrix zo sterk. Oh man, dat wordt zo vet. Goud is echt... Goud is beter dan alles, hè. Dat is het meest rare wat er is in de game. Er is geen diamond of zo, dus goud is het rarest.
ja. Hoe zit het met eten? Nou, hier ligt zoveel eten in. Glas, jongen. Je doet het gewoon in die barrels. Is dat nou zo moeilijk? Het is toch niet zo moeilijk? En wel dat iron dan ook, hè? Ja. Dat je denkt van, hey, maar wat de fuck doen jullie allemaal? Man? Ja, hier. Oh, kijk. Walter. En die Walter die staat soms zo lang stil dat je denkt, wat doet die Walter niet? Zit hij gewoon. Weet je, de AFK gaan daar ook, weet je. Het is gewoon lelijk. Het is gewoon lelijk. Ik wil eigenlijk een nieuw huis gaan maken. Maar ik heb dit is best wel verneukt wat ik heb gedaan. Maar ja, ik zou de weg 2 breed maken. Dat doe ik nu eigenlijk al zodat ik een beetje een gevoel heb dat ik hier huis ook neer kan zetten. En dat ik een beetje weet hoe ik dat ga doen. Dus ze zijn lekker druk bezig met dat red gel en zo. Maar ja, dat moet maar even. Ja, inderdaad, dat moet maar gewoon even. Dat wil ik niet. Ik maak hier gewoon één huis. Hier moeten we wel even die palmtjes weghalen. Chop. 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 Destroy. Destroy. En chop. Nou jongens, gaan we lekker een beetje palmtjes. En deze, volgens mij als ik gather doe, krijg je hier ook een rode verf van. Een heel blauwe verf. Dus ik doe gather. Ik weet het niet, hè. Oké, dat is mijn... mijn gedachten erachter. Oh, wat staat er? Oh, weer van die stomme dingen. Ze hebben nog steeds niet genoeg spul aan hem gegeven. Oh, in één keer is het best wel vloeiend, de game. Wow. Echt waar, deze game kan laggen, jongen. What the fuck? dat heb ik echt nooit verwacht. En mijn computer is niet eens slecht of zo. Ik kan gewoon best wel veel games gewoon op hoogste draaien. Dus ja, het is gewoon echt vreemd. maar ja. Dan ook wel weer, als je aan het renderen bent, dat is ook wel weer erg veel vraag van je computer. Ik wil ook wel een chicken farm maken, maar dat doen we niet nu. Ik ga even ondergronds kijken hoe het nou verder gaat. Hier ook niet veel verder, dus hier is een klein beetje vel. Oh nee, Vendrel, niet doodgaan. Er zitten twee spijs achter me aan en een red slime. Zelfs Beatrice kan er aan, maar wat de fuck vindt er? Jij bent nog wel een ridder. Maar afgeest. Ja. Van die stomme bad guys hebben we nou al. Steeds 4. Ik moet er even meer hebben. Hey, ja, zie je? Red flowers, vet. Nice. Dit hout pakken ze niet op, dus ik denk dat ik dat straks moet destroyen. Zeker. Nee, die strooit gewoon. Het is zonde, maar we hebben toch een hout van hem. Ik bedoel, ja. Dat hebben we gewoon. We hebben het gewoon. Zo. Eens even kijken. Hout. Hier gaan we zo. Wacht even. Zo. En daar de deur. Dan zo. Zo. Gras weg. Het zit vet in de weg gewoon. En dan hier één, hier één, hier één, en hier één. En dan de deur. Wat het natuurlijk best wel belangrijk is, een deur in je huis. Ja. En dan wachten we tot het klaar is. Dan hebben we een nieuw huis. En dan, ik weet nu eigenlijk al niet meer waar de deur zat. Volgens mij hier gewoon. Zou ik het pad gaan door kan laten lopen. Ik vind de red pavement rood, dat vind ik gewoon het mooist. Dat wil ik gewoon, ja. Ook al kost het vet veel, ik heb dat ervoor over gewoon, weet je. Hoeveel heb ik nou weer van deze beesten? Nog steeds 4. Het gaat niet zo snel die bedke farm. Misschien moet ik hem groter maken als ze hem straks opnieuw rebuilden. Ik weet niet. Misschien is dat een goed idee. Misschien niet. Misschien kunnen we hem ondergrond maken. Nee, dat kan niet, maar je moet hem op gras doen. Ik weet niet waar ik op ga maken. Dat zien we binnenkort. Glas. Doe het nou in. Doe het er gewoon in.
zoveel taken geef ik jullie toch ook weer niet dat jullie allemaal gelijk worden of zo. Worden ze wel. Oké. Okay. Fight. Onze Walter. Onze Walter. Zie hem gaan. Kijk hem gewoon. Zo. Hij gaat bijna level up. Hij gaat bijna level up. Hij is level 12. 97% ga level up bij deze. Gaat hij level up? Hij gaat level up. Let op. Bam! Level 13. Wat dropt er hier? Nee, niks. Nice. Niks erbij. Dat is wel handig. Zo, is dus de caravan nog steeds niet klaar. Chipswand. Daar hebben we niks aan. Het is gewoon een stomme staf. Maar een staf is niet handig op villagers. Het is alleen handig op tovenaar heroes. Tovenaar klinkt zo stom. Sjoep. Ja, dit is meer zo'n episode dat ik ze eigenlijk rust moet geven. Dus we gaan gewoon een beetje rondkijken wat er gebeurt. Ondertussen. Een beetje die heroes volgen. Het is gewoon een rustig episode. Ja. Zo, lekker rustig. Hospital. 2 bedden, 3 bedden. Medical cabinet. Medicine cabinet. Deze toren moeten we weghalen. Ik weet niet of ik die boundoor opnieuw kan gebruiken. Zo, het zou wel anders zijn. Is die gozer al bij me weg? Nog steeds. Wat heb je hier nou gepakt? Oh ja, die Red Joe. Ze hebben nog steeds die Golden Magical Mace zeker niet gemaakt. Nee. Volgens mij niet. Wacht even. Nee, staat nog steeds in de maak. We zijn veel te druk. Kijk wel. Niet normaal. Maar zijn ze allemaal mee bezig. We zullen het even kijken en dan kijken hoe blij ze zijn. De blijheid zit rond de 13, 14. Gemiddeld, denk ik. En sleep, harvest, selling an item to caravan. Oh ja, daar zijn ze mee bezig. Met die items to the caravan. En met de rood, bread, sleep, harvest, eat, harvest. Heel veel zijn bezig met dit. Heel veel zijn bezig met de rood. En heel veel zijn nog bezig met onze market gaan zien. Dus als die market gaan zien klaar is, dan hebben we heel veel mannetjes weer vrij. Dan gebeurt er niet meer heel veel. Dan kunnen ze even de rest doen. Zoals de rood afmaken. Als de rood dan klaar is in dit huis. Zelfs dat doen ze niet. Ze zijn toch aardig veel bezig. Hoor. Oh, kijk, daar komt de eerste muur. Wauw. Ik zit er beneden. Zijn er nog dikke fights geweest? Die zijn echt hier. Oh, hier zijn ze aan het vechten. Ja. Nul groene veld. Tegen spinnen en. En slimes. Waarom geen rode? Waarom green? Ik wil geen green. Green is niet mooi. Maar dan gaat hij dat hoekje nog exploren. Let op, hè. Dat is het enige wat hij doet. Oh, ga daarin. What the fuck? Laat maar. Ja, hoeveel moeten jullie nog geven aan die gast? Dat kan je niet zien. Niet gezien, mooi. Maar de rood die is goed bezig. Het begint er een beetje normaal uit te zien. En onze arena, ja, die was ook al uit trouwens. Hoeveel bedkers hebben we nu? 6, 2, 4, 6, ja. 6. Dus nog één spawn rondje in de dag. Dan hoop ik ook dat. Oh, als ze gaan die gold oppakken. Ja, dan gaan ze die Golden Magical Mace maken voor Beatrix. Vet. Is echt vet cool, hoor. Is echt vet, hè. Dus bij een IDA Smitty. Wat gaan ze. Wat is er beneden aan de hand? Niet veel, volgens mij. Het is ook nog maar één kant waar ze heen kunnen, hè? Hier. Oh nee, twee kanten. Twee kanten. Ze kunnen nog twee kanten op. Oh, nog drie. Oeh, laat me. En hier is nog een hoekje. Wat gaan ze hier doen? Gaan ze die bones oppakken? Serieus? Oh, wacht. Er liggen allemaal chill. Dat zag ik niet.
Die ligt ook nog Gio, daar ligt nog vet van Gio. Nou, de rood die komt wel af. Kevin decides to leave town. Dat is mooi. Kunnen ze even wat andere dingen doen in plaats van Kevin. Kopper hebben we daar liggen. Eentje. We gaan er wel een kopperbarrel voor maken uiteindelijk. Nu nog niet, maar dat doen we uiteindelijk wel. Eens even kijken. Waar zijn ze nu allemaal mee bezig? Waarom pakt hij die brood? Ik ga die opeten in de tavern. Oh, dat doen die rassers. Dus die eten hun brood op in de tavern. Dan moeten we eigenlijk even stoeltjes plaatsen. Nou, dat doen we niet nu. Anders zijn onze gozers weer veel lang bezig. Ja, dat vind ik zielig. En waar zijn ze nu mee bezig? Bread, Golden Magic Maze. Oké, okay, bread. Zijn allemaal reden, red collar, gather bread. Bread. Maken ze dan brood zeker? Is dat wat ze doen? Eten ze? Wat doen ze? Wat doen ze met brood dan? Bread. Nee, zo. Kijk al die iron dan. Ja, ik heb geen zin om ze zeg maar AFK te zetten. Gewoon buiten een video om, want ik weet zeker dat er dan dingen gebeuren zoals een siege of zo. En dan moet ik dat weer allemaal navertellen en dat is gewoon niks. Dat is, ik doe alles wat met de taal gebeurt gewoon in video's. Niet buiten video's op. Tenminste, dat probeer ik. Soms crash mijn computer. Misschien zal die nu crashen, ik weet het niet. Het zou kunnen. Dat ik aan het renderen ben en aan het filmen. Ik heb nog steeds 6 badgers. Hier staat nog een badger met de koe te praten. Die zegt, ja, ik nou, hij wil niet praten. Ik weet niet wat hij zei. Zo is hij iets van, mijn staart is langer dan jouw staart. Toen zei die koe. Dat is het enige wat de koe zegt. Is nog een koe. Mooi. Koe. Wat zegt hier? Attack aura. We kunnen niet eens het hout, terwijl het gewoon een naast is op die stokpijl liggen. Doe, daar ben je daar. Al luier dan mij. Kan bijna niet. Die mut moet er ook in. Ik heb een speciaal vet voor barrels gemaakt voor die mut, maar nee hoor. Doe maar niet de mut in die barrels. Dat is natuurlijk hartstikke stom. We zijn ze bezig met de rood. Als de rood klaar is dan, en dat huisje, dan hebben ze wel wat vrijheid op zich. Dan moet ik even wachten tot ze hier veel van hebben. Zet ik die even uit. Want kijk al die brood hier. Normaal toch? Oh, de deur. Hoe ze die deur ook gewoon in eentje kunnen dragen. Het zou vast wel eens best wel kunnen eigenlijk, maar... Ja, het is toch gewoon vreemd. Het is gewoon vreemd. Kopper. Oh, zegt hij nou weer de tech-houder? Ja, tech-houder. Laat ik dan alvast een barrel maken voor kopper. Nou, weet je waarom niet? Nee, dat doe ik niet. Het is maar één kopper. Dat is een beetje... Ja, daar ga ik geen barrel voor maken, gewoon. En nou, we kunnen niet veel doen. Het is een beetje wachten. Dus echt zeg maar gewoon een overview episode om weer terug te zien wat we allemaal gedaan hebben. Even kijken of de heroes verder zijn gegaan. Oh jawel. Hier zijn we verder gegaan. Hier. Wooden longs worden die hoeven wij niet. Destroy. Combineert hoeven wij ook niet. Destroy. Oh, wat? Nee, liggen wij koppen? Oh yes, we hebben koppen. Dan gaan we binnenkort dus ook even kijken of dat meer dan één is. Want als bij één is, dan hebben we er niet heel veel aan. Als meer dan één is, dan kunnen we zo. Zo mijn ding erop zetten. Hoe heet dat nou alweer? Even kijken. Dat heet een mindshift. Dan kunnen we gewoon een mindshift erop zetten. En dan komt het weer allemaal binnenstromen als zoete koe. Marlies van der Vee. Dekhouder. Kijk ze hier allemaal. Wat zijn ze mee bezig? Gelukkig hier zeker nog heel veel rood gel. Ja, 2. 3, 4, 5, 6 rode gel. 7, 8, 9, 10 rode gel. 11 rode gel. Nou, kijk, 11. Kijken we even naar de rood. Dan zien we dat. 1, 2, nou, dit is lang na niet genoeg. Maar dat komt wel. Tegen die tijd dat we al die 11 neer hebben gezet, zijn de heren zo weer verder. En dan hebben we weer meer. En dan gaat het wel goed in.
Weet ik niet zo ook al doen. Een koeien die vermoord ik niet hoor, want dan is ze wel weinig rust. Jeetje. Jeetje. En meer mensen, dat kunnen we niet echt doen nu. Want ja, ze zijn niet erg blij. 7, 5, 21, 14, 12, 10, 5, 53 jullie aan, hè? Zo. 31, 0, 17, 8, 13, 5. Ja, dan zie je, dat is niet heel blij. Sommigen zijn blij, sommigen zijn niet blij. Ja, het is nog steeds 6 badgers. Ja, weet je, om ze blij te maken moeten we natuurlijk de arena doen. Waarom doen we dat niet gewoon nu? Ja, ik voor het eind van deze episode, ik weet niet. Wacht. Nee, ik ga niet kijken hoe laat het is, want dan moet ik die video opdelen. Dat is kut. Dus ja, ik denk dat het rein is. Ik ben er nooit goed bij. Het is niet iets voor mij. Ik ben er niet erg van. We doen een green badger. En blue badger. Nee, red badger. Aan beide kanten. En dan gaan ze met elkaar vechten, denk ik. Ik weet niet hoe dat zit. We doen een lock, zodat... Ik hoop niet dat de badges er nu uitgaan, maar dan kunnen ze gepakt worden. Kan dat? Of gaan ze er nu uit? Kunnen badges uit deuren? Ik denk niet dat badges weten hoe deuren werken, toch? Of wel? Ik weet niet. Ja, anders komen die vogels toch ook niet hier in. En die pig. Of wel? Ik weet niet. Ze heeft een badger nu. Wat doet ze? Ik heb helemaal die kleur niet nodig. Oh, ik kan het moeilijk doen. Oké, okay, 2 badges. Oké, okay, deur op slot. We gaan even kijken hoe dit werkt hoor. Wat? Dikke shit. Niemand kijkt. We zijn allemaal bezig. We hebben geen zin. Denk ik van, oh, ik entertain ze even met badges. Kijken. Het ziet er wel grappig uit. Ja, nee, die badger heeft al inderdaad. En dan? Heeft hij gewoon of zo? Dan kan je... Kan je dan... Blijft hij gewoon in de arena? Totdat er weer een andere badger komt? Ik weet niet. Ik vind het wel grappig. Maar niemand werd erin gebleven, want niemand keek. Komt er dat ze allemaal zo druk bezig zijn. Of zijn ze wel blij geworden? Nee, soms staat zelfs op 0. Oké, laat maar. Joepie. Nou, jullie weten in ieder geval dat badger vechten is. Het is best wel lelijk eigenlijk. Maar het is wel grappig. Wil je nog meer red gel? Oh, Iron Graves, Greaves. Kijken, geen gezichten. Of... Oh. En hier zit Walter te vechten tegen een leger van de enemies. Jee, meer red gel. Voor de pavement roads. We moeten echt veel red gel hebben. Dit is niet het enige wat we gaan maken, die pavement roads wat we nu hebben neergezet. We gaan echt wel meer maken. Ook meer spiders. Spiders. Oh. Nou, Walter die is zo sterk. Zeg. Ja, dat redt hij makkelijk. Er is helemaal niks voor hem, dat is wel, ja. Hij denkt bij zichzelf, hey, what the fuck, waarom kiet jullie nou zoveel? Meer niet. Ja, nou, hij is hartstikke boos. Nu gaat hij naar boven, want hij heeft honger. Toch? Ja, hij heeft honger. Nou, van mij mag je eten hoor. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Ook al mocht hij van mij niet eten, had hij nog steeds eten gepakt. Nou, hij blijft erin die badcat tot er een nieuwe komt, denk ik. Denk ik wel, maar hij is mortally wounded, dus als ik een nieuwe erin doe, dan is het zo over. Misschien kun je ook meerdere teams tegen elkaar doen. Ja, dat is wel leuk. Hoeveel badcat 3 heb je dus? Dat is een bait. Ik weet niet wie je ermee kan. Als iemand weet wat een bait is, dan zou ik dat graag in de comments willen lezen. Dat is wel handig. Om dat te weten. Ik wil deze gold statues hebben. Die kan je krijgen als je van die pinky merchants hebt.
of kopen van die gold statues. Die zijn cool. We zijn nog druk bezig. Maar zelfs volgende episode moet ik ze nog, zeg maar, rust geven. Ja. Nou, het huis is bijna klaar. Dan kan ik iemand in het huis zetten. Wie zal ik in dit huis zetten? Het is meer een huis voor Marlies van de Veen, ja. En die krijgt dit huis. En of, ja, nee, Gandalf, die krijgt torens. Hè. En jullie moeten wachten op je torens, jongens. Ja, dat is voor Marlies. Marlies krijgt deze kamer. Dat is haar kamer. Je moet ook alvast een begraafplaats maken ofzo, voor als weer mensen doodgaan. Dat geloof me, die gaan wel. Ook als we hier als dood gaan, dan gaan we daar ook een begraafplaats voor maken. Ja, dat doen we gewoon. Oh. Ja. Zo'n vier is maar heel moeilijk van. Nee. Hey, oh, daar ligt de golden met je. Kom eens. Ben jij? Beatrix. Beatrix, die heeft een spider-uitsoort, maar spider-uitsoort is langer dan niet genoeg. Kijk die damage dan, 4086 en wat ze nu heeft is 974, holy chips. Dit is zo stil, ja, zoveel beter gaan. Oh, we hebben twee keer Iron Graves en Iron Boots voor de Turtle hebben voor iemand. Iron Graves voor Gandalf en onze andere Gandalf die heeft Bone Boots. Maar, Juliana, ja, ik heb voor mij Iron Boots of the Turtle. En die andere Iron Graves. Geeft gewoon rennen weg. Kijk ze dan, een red pavement rood. Huisje. 1, 2, 3, 4, 5 muurtjes nog. En daar komt er al 1. Twee. Ja, het gaat wel. Het gaat snel. Hebben we genoeg hout? Ja, dat is echt geen probleem. Geen vraag of er genoeg hout is. Joh. Het is alleen maar hout. Het is het enige wat we hebben hier. Spider uit Sword. Ja, die geven we dan even aan. En Alice, nee, Gandalf. Jij met je stonehammer krijg jij van mij een spider uit Sword. Alsjeblieft. Ben je blij. Cooking Fire en Cooking Ball. Cooking Ball hebben we nog nooit gebruikt volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nog even beneden kijken of ze nog aan het vechten zijn. Anders eindig ik de episode. Oh, ze gaan nu vechten. Maar ik eindig de episode. Dit was weer de Towns. Ik hoop dat jullie het allemaal hartstikke leuk vonden. En hij zit lekker tegen de Rimpimes te vechten. En als jullie meer willen weten van wanneer de livestreams is, want vandaag komt livestream om 7 uur van Warzy op het kanaal zelf, dus niet op Twitch. En ja, op Twitter volgen, dan kom je al, wel hou je alles bij en ik beantwoord alles op Twitter, maakt niet uit wat. En ja, like en een suggestie als comment, daar ben ik hartstikke blij mee. Dus tot de volgende keer, dit was weer Towns van Beertown en ik hoop dat jullie het allemaal hartstikke leuk vonden. Later!